En eigenlijk zouden we daar een hele week of misschien wel langer van moeten uitrusten. Maar dat doen we niet. En het effect daarvan is dat tegen de tijd dat je bij je daadwerkelijke marathon aankomt, je lichaam eigenlijk is uitgeput. En dan klap je er ook nog eens een keer die 42 kilometer overheen. En dat gaat niet. Daar ga je aan kapot. Hey daar en welkom bij vlog 8. Allereerst natuurlijk de allerbeste wensen voor 2018. Leuk dat je weer kijkt. Mijn goede voornemen is in ieder geval om door te gaan met dit vlog. Minimaal tot vlog 20 en misschien wel verder. En in deze aflevering wil ik je eens uitleggen wat het sportrustenprogramma inhoudt. Misschien heb je daar wel van gehoord. Dat is het schema waarmee ik ga trainen voor de Rotterdam Marathon. En de laatste weken ben ik dat dan heel veel mensen aan het uitleggen. Dus ook maar eens aan jou. Zo, dat was lekker. Nou is het natuurlijk met name voor deze vlog belangrijk om te onderstrepen dat ik geen enkele betaalde samenwerking of gesponsorde producten laat zien. Oftewel, ik ben niet van sportrusten. Ik heb geen belang bij het verkopen van de boeken. En ik vertel dit alleen maar omdat het is wat ik ontdekt heb. En ik hoop dat jij daar iets van opsteekt. Sportrusten is een trainingsaanpak voor recreatieve hardlopers met weinig tijd. Ik dus, onder andere. En het kan je optrainen naar een 10 kilometer, een halve marathon of zelfs een hele marathon, zoals ik nu ga doen. En het kernwoord hier is recreatieve lopers. En dat staat allemaal keurig beschreven op sportrusten.nl en in dit boek, De Hardlooprevolutie van Koen de Jong en Stans van der Poel. Eveneens de mensen die het sportrustenprogramma hebben ontwikkeld. En de kern van het sportrustenprogramma bestaat eigenlijk uit 3 onderdelen. 1. Kortere trainingsafstanden, maximaal zelfs 14 kilometer, maar vaker trainen in de week, 4 keer in de week in het 100 dagen programma na de marathon. 2. Trainen heel bewust in bepaalde hartslagzones. En 3. Iedere dag, aan het begin van de dag, aan het eind van de dag, voor het hardlopen, tijdens het hardlopen, heel bewuste ademhalingsoefeningen. Nou, en als je die 3 dingen doet, nou, dan loop je met groot gemak, zegt het boek, een marathon in mijn geval, of zelfs een halve marathon, of je eerste 10 kilometer. En ik zal al die 3 dingen iets specifieker behandelen. Allereerst het punt van minder ver trainen, maar vaker trainen. Koen de Jong en Stans van der Poel geven aan in hun boek dat veel van de gangbare marathon trainingsschema's gebaseerd zijn op schema's van topsporters. En voor een recreant zoals ik, en misschien zoals jij, is een trainingsloopje van 30, 35 kilometer, die vaak in dat soort schema's voorkomen, nogal belastend. En eigenlijk zouden we daar een hele week of misschien wel langer van moeten uitrusten. Maar dat doen we niet. We gaan dan, als met een beetje pech volgens het schema, op dinsdag, woensdag of donderdag weer. En het effect daarvan is dat tegen de tijd dat je bij je daadwerkelijke marathon aankomt, je lichaam eigenlijk is uitgeput. En dan klap je er ook nog eens een keer die 42 kilometer overheen en dat gaat niet. Daar ga je aan kapot. Dus zeggen zij, je moet je lichaam gaan trainen om op een bepaalde hartslag vet te gaan verbranden. En dat kan je zo lang volhouden als je wil. En die training kan je bereiken door veel vaker te gaan trainen op een lagere hartslag. En het voordeel van vaker korter trainen is dat dat natuurlijk veel makkelijker in te passen is in een druk leven met kinderen en een baan en weet ik veel. Want het schema bestaat uit 4 lopers in de week, 2 lang, middellang, volgens het schema lang. Dus dat is in het begin van het schema 8, 9, 10 kilometer. En dat bouwt op naar 11, 12 en uiteindelijk maximaal 14 kilometer aan het einde van het schema. Nou, daar ben je een goed uur zoet mee. Dat doe je 2 keer in de week. 2 keer in de week ga je kort. In het begin van het schema is dat 5, 6 kilometer. Dat bouwt op naar 7, 8 kilometer. Waarvan 1 van die 2 korte is super langzaam, heel rustig. Het zogenaamde vogels kijken. Misschien heb je die term al wel eens voorbij zien komen bij trainingen, trainers om je heen. En dat betekent echt heel relaxed. Het liefst zelfs zonder meetapparatuur om je heen kijken. Letterlijk bijna joggen, maar gewoon even dat lijf in beweging zetten. En die andere korte training is juist 5 kilometer intensief. Zone 3. Dus nog steeds niet helemaal in het rood tot het naadje. Maar wel dat je even stevig, hè, dat kunnen intervaltrainingen zijn, of in ieder geval even steviger aan de gang. En die mix van trainen in de juiste hartslagzones en vaker maken jouw lichaam eigenlijk klaar om fit genoeg te zijn om die ene dag, aan het einde van die 100 dagen, die mega inspanning van die 10 kilometer halve marathon, of in mijn geval de hele marathon, aan te kunnen.
En daarmee heb ik eigenlijk het tweede punt ook al aangestipt. Het belang van trainen in de juiste hartslagzones. En een van de redenen waarom ik ook een inspanningstest ben gaan doen via het Sportrustenprogramma, is omdat wel duidelijk wordt dat het belangrijk is om je hartslagzones goed te kennen. En de gangbare formule 220 min je leeftijd, wordt toch overal wel geschreven, is niet de juiste formule. En er zijn allerlei manieren om achter de juiste hartslagzones en je marathonhartslag te komen. Maar de meest eenvoudige is eigenlijk door een inspanningstest te gaan doen. Tenminste, dat heb ik gedaan. Het laatste aspect van het Sportrustenprogramma is het bewust worden van je ademhaling en hele concrete ademhalingsoefeningen om je hartslag omlaag te doen. En die doe je iedere ochtend, 2 minuten aan het begin van de dag. Die doe je iedere avond, 10 minuten aan het einde van de dag. Die doe je 2 minuten voordat je gaat lopen. En ook voor tijdens het lopen staan er in het boek oefeningen beschreven. En niet alleen in het boek hoor. Als je je aanmeldt voor het Sportrustenprogramma krijg je ook iedere dag een e-mail waarin ze kort beschrijven wat jij die dag in jouw programma moet gaan doen en waar je op moet letten en hoe je daarmee aan de slag kan gaan. En dan blijft de vraag over, zoveel positieve aspecten, zijn er dan ook nadelen? Nou, tot dusver heb ik er 1 kunnen vinden. En dat is, in je schema loop je natuurlijk nooit verder dan 14 kilometer. En dat is toch een soort mentale barrière. Want ja, straks moet je opeens 42. Kan je dat wel? Nou ja, ik weet dat niet. Ik kan je dat pas later in dit seizoen gaan vertellen. Maar ik lees wel blogartikelen van mensen die dezelfde vraag hebben. En waarin toch ook wel duidelijk wordt dat dat echt wel goed komt. Nou ja, de toekomst zal het leren. Het leuke is, ik heb al eerder gerefereerd aan het blog van Desiree van der Veen. Mamaliefde.com. Hier staat de link voor degenen die geïnteresseerd zijn. Zij is inmiddels al ruim 33 dagen op weg in haar 100 dagen naar de Marathon van Barcelona. Wat zij meemaakt is bijzonder interessant. Dus ik kan je nogmaals van harte aanraden om ook haar blog te lezen. Je kan je via e-mail abonneren en dan krijg je automatisch haar posts binnen. En dan volg je nog iemand die het Sportrustenprogramma volgt en hoe dat nou is van dag tot dag. Als je wil weten hoe het mij vergaat in het Sportrustenprogramma, zoek me dan even op Strava Gerrit Heikoop in Leersum. Ik log daar ook al mijn trainingen. Deze week hier in de Alpen valt het nog niet mee om bijvoorbeeld 10 kilometer marathon, op marathonhartslag te trainen. Maar goed, ik ben stiekem in september al begonnen met serieus trainen op hartslag en veel hardlopen. Dus ik neem deze week maar even voor lief. En ik ga volgende week in Leersum echt aan de slag met de 4 keer per dag hardlopen volgens het schema. Uiteraard ben ik al wel vast bezig met alle ademhalingsoefeningen. Tot zover vlog 8. Leuk dat je weer helemaal tot het einde hebt uitgekeken. Volgende week ga ik je dan eindelijk laten zien wat er in die inspanningstest allemaal naar voren is gekomen. Ik heb je dat al beloofd aan het eind van vlog 6. Omdat ik me niet besef dat ik nu op vakantie ben. Dus dat ik wat andere productiemiddelen tot mijn beschikking heb. Dus volgende week gaan we het hebben over trainen op hartslag en specifiek de inspanningstest. En wat je daarvan kan leren. Mocht je nog iemand kennen die deze vlogs wellicht ook leuk zou vinden om te volgen, deel dan even deze video met ze. Stuur ze naar mijn YouTube kanaal, abonneer, stuur het door. Maar ik hoop jou in ieder geval terug te zien volgende week donderdag bij vlog 9. Zo, daar gaan we dan. Dag 1 van 100. Maar ja, in de Alpen, in de sneeuw, is het natuurlijk niet zo'n hele lekkere plek om te hardlopen. Dus begin maar eens met stevig omhoog wandelen naar de bakker.